André, goed om je weer te zien. Zeker, jongens. Hoe is het met jou in het... hoe is het met jou? Over het algemeen heel goed. Ja. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ja, eerlijk? Ja. En wat betekent dat over het algemeen? Nee, ja, ik zit goed in mijn vel en ik ben heel gelukkig. En ik ben blij als straks het leven weer een beetje echt gaat beginnen. Ik vind het zo jammer dat je een meisje niet mee hebt genomen. Ja, ja. Had je beloofd, hè? Nee, ja, maar jongens, zij moet gewoon werken, hè? Sinds wanneer moet de vriendin van André Hazes werken? Wat is dit nou? Ja, ik heb ook een kutjaar gehad. Hey, ik denk, je bent pas echte vrienden, weet je wel. Als je ook gewoon haar voorstelt aan ons. Ja, maar dat komt wel. Je stelt haar voor aan je moeder. Ja. En dan aan ons. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, maar dat... Ik neem het ook dus niet zo serieus, die relatie. Nee, maar dat doet niemand, lees ik. Maar wat is het voor een meisje? Nou ja, het is gewoon echt super tof wijf. Ja. Echt waar. En ze is echt heel lief. En ik ben heel dankbaar ook met die ouders. En het is eigenlijk... Ik ben heel blij met alles in mijn leven hoe het nu gaat. Ik wil weer op de bühne staan, maar als het gaat om mijn privéleven, weet je wel. Ja. Alles gaat goed. Ik zie Dre een paar keer in de week. Monique en ik zijn goed. Ik heb een heerlijk wijf. Ja, ik ben eigenlijk echt heel gelukkig. Kijk, mijn vriendin heeft mij ontzettend opgeknapt. Jelte kent mij al mijn hele leven. Niet normaal, maar Frank is echt, weet je... Ik ben echt gezellig geworden. Open, sociaal, ja, was ik allemaal niet. Was een nerd, joh. Ja. Nou, je kan ook een beetje te ver gaan. Ja. Je stilt niet op die lijst, hoor. Die groot, zacht, toch? Maar wat heeft ze met jou gedaan? Nou, ik denk vooral gewoon geaccepteerd hoe ik ben. En me, ik weet niet, zonder gewoon een oordeel of vooroordeel te hebben over wie en hoe ik ben, weet je wel. Ja. Ik ben natuurlijk wel gewoon wie ik ben. En daar is niet altijd heel makkelijk mee om mee te leven. En dat accepteert zij wel. Ja. En trekt zij het een beetje allemaal? Nou, het is wel een heftige tijd, ja. Ja. Ik schrik er wel van, want als je eigenlijk de situatie ontleedt... wat is er nou eigenlijk gebeurd? Een relatie slaagt niet. Ik heb een nieuwe vriendin. Punt. Voor de rest is er niks aan de hand. Ik ben niet slecht voor mijn ex. Ik ben goed voor mijn zoon. Weet je, dus eigenlijk mensen maken er een heel groot ding van. Nee, maar wat het volgens mij, hè, want ik heb er een beetje over nagedacht. Oh, daar komt een analyse. Nee, maar ik weer een analyse. Ik ben namelijk fan. Je weet het, ik vind je een super lieve gozer. Jij hebt dat wat mijn vrienden ook wel eens hebben als ze verliefd worden. Net even tikkie te hard van stapel. Jij wordt zo over je oren verliefd. Je gaat foto's posten en super blij. En ik denk dat iedereen het je gunt. Ja, maar misschien ga je in de soap dan die mensen van jou online volgen. Een stapje te snel. Ja, maar weet je wat het is? Eigenlijk kan je het nooit goed doen, maar ook voor jezelf niet. Dus ik heb een tijd gehad dat ik dacht, oké, nou dan post ik niks. Toen heb ik een week binnen moeten zitten, omdat ze allemaal in de bosjes lagen en achter mijn auto aan gingen racen, ja. Weet je wel. Dus je weet niet wat je moet doen. Dan denk je, nou dan post ik zelf maar die foto, want dan kunnen jullie ook naar huis. Het is toch ook jaloezie, André? Ja, je hebt gewoon een bloedmooie vriendin, nee, dat willen we allemaal. Ja, maar ik weet het niet, want heel veel van de negatieve reacties, want ik ben er natuurlijk wel mee bezig, want dat doet je wel gewoon tuurlijk, wat, punt. Tuurlijk, logisch. Dus wat ik zie is dat het heel veel vrouwen zijn en hoe het op mij overkomt is... Het zijn vrouwen die misschien hetzelfde hebben meegemaakt, zeg maar, als Monique. Hun man is weggegaan en ik ben even hun man. Dus wat ze tegen mij zeggen, hebben ze het liefst dat ze dat tegen hun man zouden kunnen zeggen. Ja, ja. En misschien is het ook gewoon wel een beetje veel André. Ja, maar daar, weet je, het is wel mijn werk, snap je? En als je mij niet op social media wil volgen, het is heel makkelijk, ontvolg. En dat ik hier zit, of dat ik naar een Huberto moet, of weet je wel, dat is gewoon mijn werk. Denk je wel eens, is het wel waard allemaal, dat gezeik? Ja, tuurlijk, want ik hou van mijn leven. Ik vind alles eraan vind ik leuk. En het is, kijk, ik heb natuurlijk 10 jaar lang heb ik heel veel mensen achter me mogen hebben en was het allemaal heel positief. Ja, ik moet ook niet in een hoekje gaan zitten janken als het een keer negatief is. Ja. Nou, ik vond het wel gek dat je ineens ging verkleden als je schoonvader. Nee, ja. Jongens, als je een identiteitscrisis hebt, dan weet je... Zit jij niet te veel te kijken wat de rest van je vindt in plaats dat je eigenlijk doet wat je zelf vindt? Eigenlijk wel. Ik doe heel weinig met mijn hart op dit moment. Ja, ja, je doet alles maar omdat je denkt, nou, dit is misschien wel verstandig nu. Dan moet je het gewoon lekker loslaten. Maak je dan niet juist foute keuzes? Ja. Misschien wel. Misschien wel, juist. Ja, ik moet iets minder met mijn hoofd werken, maar met mijn hart, ja. Ik zat gisteravond dacht, ah, leuk, André komt, weet je wel, lachen. Leuk. En toen dacht ik, want we kennen elkaar een beetje. Jij doet in ieder geval net alsof je mij leuk vindt. Ja, in ieder geval. Nee, ik vind je heel leuk. Ja. En toen dacht ik, wat zou ik nou tegen André willen zeggen? En toen dacht ik, waarom ga je niet eens gewoon een keertje een halfjaartje uitchecken? Jij hebt zoveel meegemaakt. Weet je wel, in je privé en met je werk. En waarom zou je niet eens een half jaar zeggen, hey jongens, ik spreek jullie over een half jaar weer op social media en dan ga ik weer eens optreden. Ik ga eens even een halfjaartje niks doen. Aan de ene kant wil je dat wel, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon bijvoorbeeld deals lopen, snap je? Dus je moet dingen doen. Je moet dingen posten. Ik heb zo vaak dat ik mijn manager bel en zeg, ik flikker die telefoon aan de kant, ik ben het helemaal zat. Maar dan 2 dagen later moet ik weer wat posten voor iets waar ik een deal mee heb. Je moet ook gewoon werken. En dat is gewoon mijn werk, ja. Ik zou het je zo gunnen namelijk. Ja, maar dat komt ook ooit wel. Gewoon even uitchecken, weet je wel? Ja. Laat de boel even de boel. Ja. Het is toch niet normaal wat jij hebt meegemaakt ook? Nee.
Nee, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zo voelt het niet, hoor. Want ik heb gewoon weer zin om een normaal leven in te gaan. Wel te kruid wat weer. Ja, ja. Ja, en het is na anderhalf jaar lockdown ook niet het moment om te zeggen... ik ga van een half jaar optreden. Dat is ook wel waar, ja. Dus ik wil nu even een paar jaar vlammen... en dan denk ik dat ik even wel een half jaar zeg van het is mooi. Hey, we zijn Oranje. Ja. Natuurlijk moest jij een keer een Oranje plaat gaan maken. Ja. Ja. En hij is er. Hij is er, ja. Ik vind hem heel fijn. Maar ja, daar zou ook iedereen weer op zeiken. Ah, joh, kan jou het schelen, joh. Kan jou het schelen. Zullen we niet eerst even draaien? Doe maar. Kippenvel, een zin in het EK, dat stuurt Matthijs, komt binnen. Leuk, Rick. Heeft iets van de Show Must Go On? Ja. Ja. Ja, daar hebben we het van gepikt ook, ja. Ja, ja. Niet toevallig ook. Ja. Zo is het heel eerlijk. Ja. Lieve Dree, laat iedereen de piep krijgen. Je bent een toffe peer, leef je leven zoals jij het wil... met je vrouwtje en je mooie kind. Top. Ja. Dankjewel. Dat is mooi. Ja, we hebben even moeten zoeken voor die. Wel diep, ja. Nee, ik zag jezelf wel typen net. Ja. Als kinder met een D voor de T. Ja. Ja. Hey, André, en we kunnen ook een leuke bekendmaking doen... dat jij vaker dit liedje bij ons in het radioprogramma komt doen. Ja, leuk, hè? Daar heb ik zin in. Ja, dus ik kom vaker het liedje willen doen. Nee, als het natuurlijk straks in het EK... Jij bent echt net bijgepraat, of niet? Nee, dat weet ik in wel. In de auto, hij vergeet niet straks. Je gaat dat vaker doen. Hij heet Frank. Ja. Ja. Ik zou je eerlijk zeggen, ik ben zo ingepraat van... Dree, hou je even in, niet te veel grappen. Dus ik moet echt nu nadenken van, oké, wat is dat? Ach, arme jongen. Ja. Ja, ik zit helemaal, dat vind ik helemaal kut ook. Echt? Oh, ik kan niet wachten op de tijd dat ik gewoon weer alles kan roepen en zo, weet je wel. Dat is ook waarom mensen je leuk vinden, ja, hè? Ja. Omdat je geen filter hebt. Ja, nee, ja. Dat is ook wel zo. En zeikerts heb je altijd, joh. Ja.